Nou, op het kinderfestival is ook het Verzetsmuseum Junior op wielen. Staan we nu naast. Gabri van het Verzetsmuseum. Wat is dat eigenlijk? Het is eigenlijk het Junior Verzetsmuseum, het deel van het Verzetsmuseum in Amsterdam. In een trailer. Dus wij gaan met deze trailer langs scholen die ons boeken. En daar kunnen schoolklassen eigenlijk de kleine huisjes van de vier kinderen waar het over gaat, hier bezoeken. Dus degene die niet naar Amsterdam kunnen komen, nou, daar komen wij graag naartoe met de trailer. En vandaag op het Bevrijdingsfestival. Ja, en dan moeten we misschien eigenlijk beginnen om te zeggen dat het een soort tentoonstelling op wielen is, hè? Ja, en waar gaat dat dan precies over? Natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. Dus eigenlijk vier verschillende verhalen van kinderen in oorlogstijd die oorlog heel anders hebben beleefd. Zoals elke Nederlander eigenlijk die Tweede Wereldoorlog anders heeft beleefd. En één kind is een zoon van een verzetsman. Eén kind is de dochter van een NSB-man. Eén kind is eigenlijk een gemiddelde jonge meisje in die tijd die denkt, hey, oorlog is avontuur. En we hebben Eva Slos, Geiringer, die ook even Anne Frank heeft gekend en die eigenlijk vanuit Wenen naar het veilige Nederland was gekomen al voordat de oorlog begon. En die merkte jodenvervolging hier ook in bezet Nederland. Dus totaal verschillende verhalen. En waarom is het belangrijk om dat jeugd ook bij te brengen? Dit zijn eigenlijk verhalen van kinderen, dus eigenlijk in hun leeftijd. En dat oorlog eigenlijk ook niet een zwart-wit verhaal is, van dat was de vijand, de bezetter en dit zijn de slachtoffers. Het loopt heel vaak door elkaar. En we moeten er eigenlijk altijd bewust van blijven dat dit weer kan gebeuren. En dat dit is begonnen met vooroordelen over groepen in samenlevingen, verschillende samenlevingen. En dat dit is gegroeid tot een holocaust, een vernietiging van bevolkingsgroepen en heel veel slachtoffers op de oorlogsvelden en bombardementen. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het er binnen uitziet. Ik zou zeggen, laten we even gaan kijken. Dan gaan we naar de vier. Kijk, waar zijn we hier? Oké, dit is het mini-huisje van Nelly, dochter van NSB-ouders. En zij is dus ook actief in de jeugdafdeling van de NSB. En zij ziet er eigenlijk geen kwaad in, ze weet eigenlijk niet beter. In die tijd had je natuurlijk ook geen internet, televisie, social media. Dus zij kreeg alleen maar te horen hoe goed de grote leider in Nazi-Duitsland zorgde voor zijn bevolking en zorgde voor weer werk en inkomen. Dus dat wilde zij ook. En zij was actief in de jeugdafdeling, de jeugdstorm. En eigenlijk, ja, ik vergelijk het wel eens met een soort scouting. Ze deden heel erg leuke dingen. Veel buiten, kampvuren, sporten, spel. Maar ondertussen leerden ze eigenlijk alleen maar de goede verhalen over die grote leider Hitler. Toen die oorlog was afgelopen, was het voor haar geen bevrijding. Voor haar vader en haar moeder ook niet. Zij hebben in de kamp gezeten, gevangenis. En zij is gestraft voor haar daden. Maar zij was 14 toen de oorlog begon. 19 toen die afliep. En zij is wel tot inkeer gekomen. En zij heeft wel als volwassen vrouw haar verhaal verteld aan het Verzetsmuseum. Waar haar familie het niet altijd mee eens was. Maar ze was in die zin ook dapper, maar ook wel beschadigd. Dus wij laten ook eigenlijk de kinderen als volwassenen zien, want ze hebben natuurlijk als volwassenen meegewerkt aan het opzetten van het Junior Verzetsmuseum. En zij heeft ook spullen gegeven en haar verhaal gedaan. En helaas is ze er niet meer, ze is oud geworden. Maar we zijn wel heel blij met haar verhaal, want het laat zien dat eigenlijk kinderen altijd de slachtoffers zijn van oorlog, van geweldsituaties. En dat zien we vandaag ook. En dan is daar achterin de vrachtwagen is ook nog een bijzondere tentoonstelling. Dit is de kamer van Henk. Dus in het Verzetsmuseum zelf, junior deel, zijn dit echt huisjes. Veel groter, veel meer te ontdekken. Het leuke is van het junior verzet dat je ook overal in en onder mag kijken. Dus er zijn veel dingen te ontdekken. En deze is heel erg in principe bij de leerlingen. En dit laat ook zien dat mensen in oorlogstijd aan de kant komen die ze ook niet altijd willen. Dit is een Duitse militair, het verhaal van Henk, die aan de deur komt, zegt laat mij naar binnen, ik moet het bevel uitvoeren van de arbeidseinzet van jonge mannen moesten in die tijd werken in Nazi-Duitsland of in ieder geval voor de nazi-bezetter. En deze Duitse militair laat zien,
ik ben in dienst van het Nazi-leger, maar ik wil dat bevel helemaal niet uitvoeren. Ik ben maar gewoon toevallig een Duitser, dus niet alle Duitsers waren nazi's. En Henk laat ook zien, van het begin van die oorlog dacht hij van, oorlog is avontuur. Hij verzamelt van alles, kogelhulzen, scherven. Maar dan komt die oorlog steeds dichterbij dat zijn twee broers moeten gaan werken voor Nazi-Duitsland. Maar die weten daar aan te ontkomen. Die gaan in de onderduik. Maar dit is dit vind ik een heel sterk punt van het Junior Verzetsmuseum. Dus eigenlijk hele verschillende verhalen. Nou, top. Dankjewel dat we hier binnen mochten kijken. Graag gedaan. Leuk dat jullie er waren.